Oké, jongens, de kou zit er alweer goed in Nederland, dus muts op, winterjassen aan. En de eerste miljoenen kilo's pekel zijn ook alweer op de wegen uitgestrooid. En daarom hebben we dit keer bij Wat Rij Jij de pekeleditie. We gaan kijken bij drie mensen die eigenlijk toch de hele winter doorrijden en dus te maken krijgen met het fijne zout op onze wegen. Nou, als eerste, zo, val hier bijna gewoon van de stoep op. Als eerste zijn we bij Amanda in Rotterdam. Yes. We staan voor jou toch wel een nederig stulpje, moet ik zeggen. Zeker, zeker. Met jouw motorfiets. En jij mag vertellen waar we het dit keer over gaan hebben. We gaan het hebben over de Yamaha Wurok BT 1100 cc. Dat is mijn motor. Ik heb hem al 4 jaar. 4 jaar al? Ja. Oké, en toen je hem kocht, wat heb je er toen voor betaald? Ik heb hem voor een vriendenprijsje kunnen kopen. Ja. 1000 euro. Dus. 1000 euro? Ja. Oké, nou dat is een hele goede prijs, moet ik zeggen, zeker voor een Wurok. Hoeveel kilometer had hij toen, weet je dat nog? Ja, hij stond toen 50.000 kilometer op de teller. 50.000, ja. Oké. En wat heb je er zelf nog mee gedaan? Er staat nu 94.000. 94.000? Ja. Nou, dan heb je behoorlijk doorgereden, ja, inderdaad. Zeker, zeker. Je rijdt er al 4 jaar, ja. Iedere dag mee. Ja, nou, bijna iedere dag inderdaad. Hey Leonor, het is natuurlijk fantastisch dat jij meehelpt aan dit waanzinnige filmische shot. Maar het gaat natuurlijk om jouw motor. Jouw Ducati Monster. Vertel eventjes, ik wil gewoon even van specs weten. Wat is het? Wanneer heb je hem gekocht? Voor hoeveel? Kilometerstanden? Dat wil ik allemaal weten. Ik heb hem in juni 2018 heb ik hem gekocht. Voor 14.000 euro afgerond. Ja. En de cijfers zijn 110 pk. Ja. Hij heeft een mooie koppel onderin. 2 cilinder natuurlijk. Ja. Heerlijk. Ja, vind ik zelf echt fantastisch. En ze noemen hem speels. Zenuwachtig. Het is maar net hoe je het beschrijft. Maar dat vind jij wel leuk, speels? Ja, ik hou er wel van. Ik vind het leuk om te moeten werken. Dus, goed zo. Ja. Hey, de kilometerstand toen je kocht, dat wil ik wel even weten. 0 kilometer. Je hebt gewoon nieuw gekocht? Ja, nieuw gekocht. Hartstikke idee. Oké. Okay. Ja. En hoeveel staat er inmiddels op? Bijna 39.000. Dan heb je flink je best gedaan. Ja. Goed zo. Klopt. Ja. Zo, mijn Aprilia Pegaso. Dat is op zich een bijzondere keuze, want die zie je eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar laten we even beginnen met gewoon even de specs, zeg maar eventjes. Wanneer heb je hem gekocht? Wat kostte die toen? En hoeveel kilometer had die toen? Ik heb hem vorig jaar augustus gekocht voor 3.250 euro. Ja. Toen ik hem kreeg stond hij op 29.000, nu ondertussen op 41.000. Dat is heel veel kilometers, hè, in zo'n korte tijd. Voor een jaar, elke dag gebruikt eigenlijk wel. Ja, dus, wat doe je ermee? Gewoon naar werk, eigenlijk elk stukje wat ik moet doen, overal het liefst op de motor naartoe. Overal op de motor naartoe. Ja. Horen we dat graag, hè, natuurlijk. Vertel nou eens eventjes, want het is, ik zei het al, het is best wel een specifieke motorfiets. Ja. Waarom heb jij gekozen voor een Pegaso? Ik was in principe eigenlijk niet specifiek op zoek naar de Pegaso. Ik kwam eigenlijk toevallig tegen toen ik gewoon voor motoren aan het kijken was. Gewoon de loops, alles. Ik werd eigenlijk wel meteen verliefd op deze fiets. En waar zit dat dan specifiek in? Want, ja, is het een totaalplaatje? Zijn er bepaalde onderdelen? Of? Sowieso het totaalplaatje vind ik hem gewoon prachtig. Is dat sowieso omdat ik in het centrum werk, hartstikke handig voor door het verkeer. 1 cilinder laag in de koppel. Eigenlijk heerlijk daarvoor. Het is niet echt heel erg een hooligan bike, maar het is wel een motorfiets die je flink door de stad heen kan sturen. Hij kan heerlijk door de stad heen. Oké, 3 redelijke naked bikes dit keer. Al valt de Pegaso hier wel net buiten. Maar goed, een Yamaha Bulldog 1100 uit 2003. Ooit had hij een nieuwprijs van 10.290 euro. Maar deze werd aan Amanda verkocht voor een vriendenprijs van 1000 euro. Dan de Ducati Monster 821. Gloedje nieuw was die toen Leonor hem kocht in 2018 voor net geen 14.000 euro. En als laatste de Aprilia Pegaso 650 Strada uit 2006. Ooit was hij nieuw te koop voor 7290 euro. Sam kocht hem als occasion voor 3250 euro. Maar dit is dus ook jouw pekelfiets. Ja, klopt. Ja, dat is mijn enige fiets. Dus, mijn pekelfiets. Dus je pekelfiets. Hey, heeft hij er nou ook last van? Want als we in de winter doorrijden, ja, dan zien we toch wel vaak dat we schade krijgen aan de motoren. Dat is bij jouw Bulldog, heb ik al gezien, helaas ook gebeurd. Ja, klopt. Maar waar heeft hij zoal eigenlijk last van bij pekel? Nou ja, je ziet inderdaad dat het verf wat los begint te bladeren. Ja, vooral bij de voorkant van het blok inderdaad, zijkanten van het blok. Voorkant, zijkant. Handgreepjes. Ja, zelfs de handgrepen moeten eraan geloven. Ja, remklauwen. Ja. Bescherm je hem dan ook nog wel in de winter? Of heb je zoiets van, nee, je krijgt gewoon door en ik spuit hem af en toe gewoon af? Ja, klopt. Ja. Ik krijg altijd van mijn huisgenoot het advies om hem na elk ritje even af te spuiten. Maar dan is het koud en nat en dan wil je eigenlijk alleen maar binnen zijn. En je bent natuurlijk, als je in de winter rijdt, dan ben je vaak heel koud, kom je aan.
Dus dat doe ik niet heel trouw, maar Nou, dat is eigenlijk de vraag die daarna komt. Dan boeit het je ook wel wat dan. Weet je, het is gewoon mijn motorfiets, maar het is een gebruiksvoorwerp. Dus er komt weer een nieuwe. Ja, ik ben wel echt gek op mijn motorfiets. Ik maak heel veel geluid en ik vind rijden heel prettig. Maar ja, ik vind het wel echt een beetje een gebruiksvoorwerp inderdaad ook. Ja. Ja. Nou ja, daar zijn ze inderdaad ook voor. Ja. Laten we wel zijn, de Bulldog is inderdaad echt wel een goede motor om iedere dag te gebruiken. Ja, en hij is nu al zover heen dat ik soms ook denk van nou, heeft het nog wel zin om hem heel goed te verzorgen. Dan zit ik wel eens naar nieuwe te kijken en dan denk ik, het wordt steeds meer echt een pekelfiets, zeg maar. Ja, precies. Ik krijg steeds meer die status. Ja. Steeds meer de status pekelfiets. Er zit geen vlekje op je motorfiets. Nee, en ik doe er niet eens zo heel veel aan. Maar goed afspoelen nadat je in de pekel hebt gereden, dat scheelt een hoop. En hij staat deels verwarmd en deels soms nog buiten. Ja. Maar zorgt er een beetje gewoon voor en dan is er weinig aan de hand. Maar je bent nog niet helemaal een freak die echt helemaal met sprays en iedere dag met een doekje, dat ook niet? Nee, dat niet. Ik bedoel, een motor is om te rijden en niet om alleen maar te poetsen. En ik vind het gewoon niet nodig om elke twee dagen met een emmer sop en weet ik veel wat voor een speciaal spul allemaal die hele motor te gaan poetsen. En één keer in de twee, drie weken even gewoon goed poetsen en dan weer verder rijden. Maar dus gewoon, toch elke keer weer smeren. Eigenlijk gewoon niet lullen, maar poetsen en gewoon precies. Goed gebruiken zo'n ding en lekker doorrijden. Heb je ook een auto? Heb ik, maar dat is echt boodschappenwagen. Een boodschappenkarretje, nou heel goed. Doe jij nou specifieke dingen aan de motorfiets in de winter om hem... Ja, eigenlijk extra te onderhouden, te beschermen, want hè, er is inmiddels alweer zout gestrooid. Je ziet alweer, hoe het enge zout wreekt natuurlijk aan die dingen. Doe je er iets specifieks aan om te beschermen? Nee, eigenlijk niks specifieks voor de winter. Ik rijd eigenlijk gewoon in de winter mee, zoals ik er in de zomer, lente, herfst allemaal eigenlijk ook mee rijd. Ja. Ik heb nu alleen nieuwe bandjes op laten zetten voor wat extra grip. Ja, ja. Maar dus hij heeft ook geen schade verder, hè? Van pekel? Van pekel niet, nee. Ik heb hem nu zelf een jaar. En in dat jaartje heeft hij nog niet aardig veel schade opgelopen. Dus ik wil eigenlijk ook zeggen dat de vorige eigenaar hem of heel goed behandeld heeft of... Kijk, of hij heeft wel wat plekjes, zullen we wel zeggen. Ja. De roestplekjes, dus staat hij ook al buiten of? Nee, vaak staat hij wel gewoon in de berging. Ja. Op berg staat hij natuurlijk gewoon buiten in de regenkou. Maar doe je hem dan bijvoorbeeld wel specifiek afspuiten als je gereden hebt? Of? Om de zoveel tijd maak ik hem wel eens een keertje goed schoon, ja. Heb je nog bijvoorbeeld tips voor mensen die op zoek zijn naar zo'n Bulldog? Waar zouden die nou op moeten letten als ze zo'n motorfiets zouden willen kopen? Nou ja, technisch heb ik er niet heel veel verstand van, maar ik zou vooral voor de looks gaan en het geluid. Alle Bulldogs hebben echt een gruwelijk geluid. Dus, ja, zeker met deze uitlater. Ja, dat maakt het rijden ook wel heel leuk. Ja. En eigenlijk technisch, ik heb er nog nooit wat mee gehad. Ja, maar dat is al belangrijk. Dus, vier jaar iedere dag rijden bijna. Ja. En nooit iets gehad? Nee, buiten het gebruikelijke onderhoud natuurlijk af en toe remblokjes. En ik rijd nogal vaak door spijker heen. Dus de banden zijn heel vaak vervangen. Maar goed, technisch is er nooit wat mis mee geweest. En dat heb ik nog niet eens gevraagd. Uit welk jaar is deze? Uit 2003. 2003, kan je nagaan. Dus het is echt geen jonkie meer. Nee. En dan toch iedere dag gewoon starten lopen zonder eigenlijk enige vorm van radicaal onderhoud. Ja, precies. Ja. Wat wel een dingetje is bij de Bulldog is dat de pijpen altijd... er zaten eerst langere pijpen op. De originele uitlaten? Nee, de Arrows. Oké. Gewoon een lange uitlaat bedoel je? Een lange uitlaat. En die trilt dan vaak los. Of tenminste, die trilt zichzelf eigenlijk kapot. Ja. Dus, dat zit hem een beetje in de afstand juist van de bocht en de bevestiging. Hè? Dat is vrij kort, begrijp ik. Dat hij daardoor een heel lang zwaaipunt aan de achterkant heeft, waardoor het eigenlijk gewoon allemaal kapot trilt. Ja, klopt. Oké, dus daar moet je op letten inderdaad als je met originele of lange uitlaten rijdt. Ja, gewoon de originele of kortere uitlaten erop zetten inderdaad. Ja. Korter klinkt natuurlijk ook heel goed. Dus, Waarom heb je gekozen voor deze 821 Monster? Wat was jouw overweging daarin? Ik heb heel veel Nakeds bekeken, want mijn voorkeur ging wel uit naar een Naked. Ja. En ik vind de Ducati, de Monsters, vind ik gewoon echt wel de mooiste in het segment. Ja. Qua vorm, qua lijnen en de voorloper hiervan was wat breder overal. Ja. Dus een bredere tank, bredere kont. En deze is wat meer gestroomlijnder, ook een keuze geweest. Want ik heb naar tweedehands motoren gekeken. Ja. En dat scheelde op een gegeven moment nog maar 2000 euro, 1,5 à 2000 euro. En dan is de keuze makkelijk. Ga ik het risico lopen? Nee, en ik wilde eigenlijk een witte tank en een rood frame. Ja. En uiteindelijk voor een matzwart gegaan. Dat is wel een heel andere keuze. Ja, dat is compleet anders. Ja. Maar nog steeds zo onwijs blij mee. Als iemand nou geïnteresseerd is in zo'n
Pegaso en die zou er ook eentje willen hebben. Zijn er dan nog specifieke dingen waar je echt op moet letten? Zijn er kinderziektes in waar jij van weet? Ben je dingen tegengekomen? Heb je problemen gehad? Zover in het afgelopen jaar niet zo heel veel problemen, gewoon standaard onderhoud gedaan. Ja. Het enige is, als je onderdelen wil, duurt het best wel een tijdje met Aprilia. Ja, dat is wel een dingetje die je vaak van andere Italiaanse bedrijven ook nog wel eens hoort. Maar je moet gewoon lang wachten op je onderdelen. Ja, dus, zeker. Maar dat is alles? Dat is eigenlijk, zover ik alles heb meegemaakt dit jaar, is dat alles. Ja. Oké, dat is in ieder geval positief. Deze monster zit bomvol met elektronica. Klopt. Bijna alleen maar. Nou ja, goed, de elektronica, Italianen. Nou goed, daar kan je allemaal vraagtekens bij zetten natuurlijk. Aan de ene kant gaat het goed. Aan de andere kant... geen stuk gaatje meer, dat zeker niet. Nee, dat is het sinds Audi het heeft overgenomen, is dat het al lang niet meer. Echt wel een stuk beter. Maar heb je dan toch nog specifieke problemen gehad met deze motor? Gewoon als tip voor de mensen, waar moeten ze nou op letten als ze zo'n Ducati Monster willen kopen? Waar je wel altijd even goed op moet letten, dat schijnt een typisch monsterkwaaltje te zijn, is de achterrem, omdat die ondersteboven hangt, heb je kans dat je die wat vaker moet ontluchten, betere remvloeistof erin moet gooien met een hoger kookpunt, zeg maar. Want je leiding loopt langs het blok, hè? Klopt. Dus ja, of dat nou echt een nadeel is, nou, ik denk het niet, want verder eigenlijk nooit problemen gehad. Goed zo, Ik heb één keer een storing in de koplamp gehad tijdens vakantie. Dan zou je denken, dat levert helemaal geen probleem op een storing in de koplamp, maar... Dit wel, want het is ride-by-wire. Check. En mijn gashendel die gaf helemaal geen respons meer. Dus ik reed 130 op de snelweg, vierbaans. Ik reed op de derde baan en ik moest naar de vluchtstrook. Ja. En dat is niet leuk als je geen gas meer hebt en het is heel druk. Helaas is dat een paar keer voorgekomen. Langs de weg gestaan, uit, even laten rusten. Weer aangezet, kon weer verder rijden, maar ja, dan gebeurt het weer. Dus in Frankrijk toen uit laten lezen en toen bleek het inderdaad die storing in de koplamp te zijn. Ja, moet je voorstellen. Nou, ik had het nooit bedacht, maar toen hij het zei dacht ik, ja, is eigenlijk heel logisch. De keerzijde van te veel elektronica aan boord hebben. Amanda, even over rijden met deze boelbox, hè? Want het is een zwaar blok, een 1100. Ja. Maar toch heeft hij in de volksmond een beetje de naam dat hij niet al te veel porrie heeft. Ja, dat klopt. Hij heeft 66 pk, dus dat is heel weinig eigenlijk voor zoveel cc. Maar... Ja. Hij heeft heel veel koppel, zeggen ze dan altijd tegen mij. Ik weet niet wat dat betekent. Maar... Ja, we hebben geen pk's, maar we hebben een koppel. We trekken de straatstenen mee uit de grond. Maar is dat ook zo? Ja, hij trekt heel snel op, ja. Als deze eruit moet, heb je dan nog een wens? Waar zou je dan willen? Gewoon een droom. Of ik ga voor een Multistrada bijvoorbeeld. Ja. Mijn vriend heeft hem. Het is echt een fantastische motor. Ja. Of ik zou echt een oldtimer willen. Echt een... oud ding, zelf helemaal opknappen. En wordt dat dan ook een Ducati? Weet ik niet. Of kan het dan ook een andere? Er zitten wel hele mooie oude Ducatis tussen. Dus dat is wel een grote kans inderdaad. Ik denk dat ik toch het liefst weer voor een sportmotor zou gaan. Een sportmotor? Ja. Okay. Ja. Je wilt toch wel weer richting de buik schuiven? Ja, inderdaad. Eigenlijk wel weer. Waarom wil je dat? Het trekt me toch wat meer kracht erin. Ik bedoel, hij is leuk, hè, voor de eerste motor, maar ik wil toch wat meer power. Ja, ik twijfel heel erg tussen weer een Bulldog, omdat ik dat geluid, dat blijft gewoon echt heel leuk rijden, vind ik. Ja. Maar ik kijk ook wel eens naar de BMW GS F800, een grijze. Okay. Dat vind ik ook heel mooi, ja. Dat is toch wel een hele andere motorfiets, hè? Ja, ik heb hem nog nooit op gereden, dus dat moet ik even een keer proberen. Maar... Ja. Mijn collega's zeiden ook van, nee, dat is voor jou veel te clean, weet je wel. Dan kan je niet meer echt spelen, maar het is vind ook, het wel heel mooi. En het is ook weer een motorfiets waar je gewoon dag in, dag uit mee kan rijden. Ja. Wel. Ja, compacte kleine motorfiets. Ik zal even mijn helm afdoen, dan verstaan jullie misschien beter. Maar... En dat geeft hem een onwijs speels gevoel. Het is een heel wendbare motorfiets. Het blok wat eronder zit is natuurlijk een wat zwaardere eencilinder. En... dan is de grap, het is geen heel potent blok, het is geen heel intimiderend blok. Doet het prima als je het gas opengooit, gaat hij ook flink van zijn plek af, maar hij voelt gewoon wat zwaarder aan. Daardoor heeft hij wel een heel mooi, roffelend, laag geluid, maar moet je hem af en toe wat meer op zijn gat geven om hem gewoon van zijn plek af te krijgen. Maar wat ik zeg, het pakketje, een hele lichte motorfiets met toch wel een wat zwaardere cilinder onder, maakt hem wel ongelooflijk leuk om mee te spelen, zonder dat je meteen begint te stijgen aan alle kanten. Dus het is een toch redelijk unieke motorfiets. Je ziet hem niet veel, dus je koopt iets bijzonders. En dan ook nog met gewoon heel leuk licht en potent rijgedrag. En dat voor toch wel een oudje. Ik vind hem top. Oh ja, en over pekelschade gesproken trouwens, ik heb toch nog wat gevonden onderweg. Kijk hier, op het blok. Ja, weet je, daar ontkom je echt niet aan als je zoveel rijdt. Ben je zelf ook in de markt voor één van deze motorfietsen? Dan moet je aan de volgende prijzen denken.
De Yamaha Bulldog 1100 staat bij de motorzaak ook nog te koop, al worden ze wat schaarser. Voor een Bulldog met kilometerstanden tussen de 9 en 61.000 kilometer betaal je zo tussen de 2400 en 5000 euro. Particulier vonden we er maar een paar te koop. De kilometerstanden liggen hier rond de 50.000 kilometer met een prijs van rond de 3000 euro. De Ducati Monster 821 is natuurlijk nog nieuw verkrijgbaar en als jonge occasion. Kilometerstanden bij de motorzaak variëren tussen de 0 en 21.000 kilometer. Met prijzen vanaf 8500 euro tot een nieuw prijs van 14.000 euro. Particulier is hij ook al te koop. Voor een mooi model met kilometerstanden tussen de 600 en 12.000 kilometer koop je hem al voor rond de 9.000 euro. De Aprilia Pegaso is ook al wat schaarser. In de motorzaak vinden we nog maar een paar met kilometerstanden tussen de 19.000 en 41.000 kilometer. De prijzen die we vinden liggen tussen de 1750 en 3850 euro. Particulier zien we er ook nog maar een paar te koop. Kilometerstanden liggen hier tussen de 15.000 en 40.000 kilometer. De prijs varieert tussen de 1500 en 4.000 euro. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.